Tavinia van Mechelen. 1-0 winst in de topper tegen Anderlecht. Ik denk dat wel de wedstrijd was waar jullie van droomden. Ja, sowieso, inderdaad. We hebben voor de wedstrijd gezegd, de televisie is er weer, dus we gaan weer slecht spelen. Maar we hebben de knop goed omgedraaid en we hebben alles gedaan om Vanity een goed gevoel te geven. Ja, het was een heel moeilijk begin. Anderlecht begon vrij sterk, maar jullie komen na 20 minuten in de wedstrijd. En op dat moment, aan rust, verdienden jullie eigenlijk meer dan de 0-0. Ja, inderdaad. Het is jammer dat we ons eigen niet belonen, eerste helft. Maar ja, kijk, we hebben super goed gespeeld. Ik denk dat niemand dit had verwacht van Standaard in het begin van het seizoen. Ja. Ten eerste, we staan in play-off 1. Dat had al niemand verwacht. En dan vandaag de openingsmatch winnen tegen Anderlecht. Schitterend. Ja. Dat was een prachtige redding van Justine op een trap van jou richting kruising. Die verdiende echt wel meer. Ja, inderdaad. Dat is wel echt jammer dat die bal er niet in gaat. Maar we weten allemaal dat Justine een super goede keepster is. En ja, kijk, die redding gaan niet veel keepers doen. Nee. Na de rust ongeveer dezelfde vertoning. Anderlecht begint iets sterker. Dan wordt het 1-0. Op dat moment krijgen jullie alle moed om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. Ja, zeker en vast. En zeker om de afgelopen wedstrijd. Ik denk nog vorig jaar hier op het stadion staan we 2-0 voor. En verliezen we nog 7-2. Ja. Dus dan geeft die 1-0 wel echt het gevoel van deze keer kan het wel echt. Vorige keer dachten we al dat het ging lukken, maar deze keer is het echt gelukt. En dit kan je dus ook echt als een stunt zien? Ja, dit kun je zeker als een stunt zien. Zeker met de verwachtingen van Standaard voor het seizoen. Ik denk dat iedereen ons had afgeschreven. Mm-hmm. En kijk waar we nu staan. Ja, dat is mijn laatste vraag. Dit seizoen was eigenlijk een seizoen van terug opbouwen. Dat verloopt beter dan verwacht. Er zijn een aantal heel jonge speelsters die de neus aan het venster steken. Dus ik denk dat de toekomst voor Standaard heel goed uitziet. Ja, inderdaad. Ik denk dat Standaard wel altijd een goede jeugdwerking heeft gehad. En dat we daar altijd goed terug op kunnen vallen. Het enige jammer is dat we wel een topspeelster missen momenteel. En dat is Vanity. Ja. Maar als zij nog zou terugkomen voor de bekerfinale, dan moeten we van niemand geen schrik hebben. Ja, oké. Dan zou ik zeggen, geniet van deze overwinning en op naar andere stunts in de play-off. Dank je wel. Dank je wel.